klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Arrière de la Course wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret. www.koerspret.nl. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arrière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen van de bank dicht voor de tv. Vandaag aflevering 54, ik ben Michiel Beemster en er zitten de matadoren weer. Wilco. Daar zitten we weer, hè. Waar zitten we? We zitten in de huiskamer van King van Koerspret. Van Pedro Rij. Yes. We zitten aan de keukentafel, ja. Ja. Beetje nakomen na al die dagen ja, koers. Het was wel wennen vandaag, hoor. Ik zag wel wat berichtjes ook vandaan. Het is vandaag maandag, hè? De rustdag. Hè? Laten we daar nog steeds een beetje op houden. Maar het was wel zoekende naar een koers vandaag. Ik heb er niet eentje gevonden. Nee, ik moet ook zeggen dat... normaal was het ook... Ik denk dat morgen de grote klap komt. De dinsdag, dat is dan de grote klap. Normaal zou je dan de tv weer aanzetten. Ja. Ja, het is niet anders, jongens. Maar ja, dan lekker zelf fietsen. Het is 16 graden buiten, dan moet je lekker zelf gaan. Ja, maar normaal is als je aan het werk bent, laptopje open en koers op de achtergrond, dat is precies chill. Sommige mensen werken, Peter. Ja. Ik fiets soms een beetje. Ja, precies. Beetje fietsen, een beetje bier verkopen, zoiets, ja. Koers kijken. Hoppakee. Leven van een prof. Ja, koers kijken kunnen we allemaal, dus dat gaat... Dat is tezamen. Ja. Drink je nou ook wel meer sinds dat je geen prof bent? Nou, ja, ik drink zeker meer, maar... Ja? Als prof dan denk je toch een beetje om je voeding. En dan is elk biertje ook gewoon één biertje eigenlijk. Maar het is niet nu dat ik alcoholist ben of zo. Als ik drie, vier biertjes drink door de week, dan over de hele week dan... Je bent niet een soort broeder Tuk. Nee, ik hoef niks in te halen, had ik het zo zeggen. Nee, niet eentje voor Peter. Maar goed, kijk, nou, er valt niet zoveel te vieren nu met die nieuwe regels allemaal. Maar als ik bij mijn ouders aan het eten ben of zo, mijn broertjes, dan doen een biertje. En doen gewoon een biertje mee, dat weet je wel. Maar het is niet dat ik ik moet elke avond een paar biertjes drinken. Heb je dan nog zo'n stelregel dat je alleen het weekend drinkt of gewoon elke dag? Nou, niet elke dag. Maar als ik bijvoorbeeld vrijdagavond bij mijn ouders eet, dan pak ik wel een biertje. Weet je, dat is voor mij dan weekend. Ja, precies. Maar als echt gewoon dinsdagavond een biertje op tafel staat, dan denk ik trek in een biertje, dan pak ik een biertje en dan pak ik zaterdag. Goede leven. Ja, bijvoorbeeld. Drink je ook wijn? Je bent echt een bierdrinker, geen wijn, hè? Nou, kijk, Dian die drinkt niet, mijn vrouw. En alleen een fles wijn open drinken vind ik altijd een beetje lastiger dan één biertje. Nou, dat redt Wilco prima volgens mij. Nou ja, daar zijn we allebei wel... Nou, niet dan. Ja, als je een goed wijntje, dan heb ik daar geen moeite mee als hij een avondje leeg is. Nee, dat een hele fles? In je eentje dan? Als je maar dan begin ik rond etenstijd en dan de hele avond. En vijf glazen verder, dan is hij leeg. Maar ik moet zeggen dat ik in die corona eigenlijk niet... Ik drink niet zo heel veel meer, hoor. Maar ik drink niet zoveel bier, hoor. Ik denk echt, sinds de corona is gekomen, drink ik echt een stuk minder. Ja. Ik heb soms gewoon een week lang dat ik gewoon geen alcohol drink. Dat is echt bizar. Ja, maar goed, nu gaan we geen... Vaak is dat ook toch een beetje plezier als je bij iemand bent en je doet een beetje mee. Ja, is ook zo. Ja, dat is ook zo. Maar ik moet ook zeggen, dat is een heel ander verhaal. Ik vind die 0.0 tegenwoordig ook echt, echt super lekker. Dus dan heb ik denk ik precies, weet je, kan net zo goed een 0.0 nemen. Als je toch thuis zit. Ja, precies. Voor de bank, dan waarom zou ik dat niet doen? Ja. Maar goed, we dwalen af, jongens. Hey, koers. Wat was de koers de laatste tijd? En de laatste grote ronde is tot einde gekomen. De Vuelta. En weet je, het is een beetje het jaar 2020 waarbij het moet gewoon spannend zijn. Wat was het weer spannend, hè? Ja, niet normaal. Hè. Ik werd er wel echt ingegroeid, zeg maar. De laatste paar dagen zat ik echt op pie van mijn stoel weer. Dat was wel echt mooi om te zien. En het is toch wel grappig, met Kelderman had ik toch een beetje het gevoel, dit gaat de verkeerde kant op. En met Roglic heb ik nooit echt dat gevoel gehad dat het de verkeerde kant op zou gaan. Het zou spannend worden, maar het zou niet per se dat ik echt dacht, nou, dit gaat hij niet meer halen. Nou, jullie komen wel, we komen zo wel op de laatste kilometer van de laatste call. Maar ik zag al, oké, dit is binnen, weet je. Ik zei gelijk al, met 1,5 kilometer, hij gaat niet meer verliezen. En jullie waren, waar moet eerst toch finishen? Weet je wel, dat is echt één klap. Maar... Ja, we kunnen het meteen gewoon wel bespreken. Dat kwam natuurlijk ook voort uit, je hebt niet alle beelden tot je beschikking. Dus je kan wel zeggen, hij haalt het. Nee, er moest nog een kilometer gereden worden. Stel, de mannen van Movistar, die hadden niet op kop gereden. Had hij daar alleen voor gestaan, had hij dan nog steeds... Maar hij had wel een pit, hij had denk ik wel 3-4 meter voorbak gesprint nog, hè? Ja, oké, maar heeft hij wel een heel tijdje achter die twee mannen van Movistar, omdat die Martin op achterstand wilde rijden. Ja, ik denk altijd een beetje ik denk altijd in afstand. Dus bijvoorbeeld 1 seconde als je 45 rijdt, 13 meter per seconde. Ja, hij rijdt 20, dus 7 meter per seconde. Nou ja, goed, dan mag je 280 meter verliezen. Zo zit ik al aan het rekenen. Ja, precies. En dan zie ik die andere finishen en dan zie ik hem bij nog 500. Dan denk ik, dat redt hij makkelijk. Ja, dus zo reken ik alweer. Dus als die ene bij 700 zit hij bij
900 heb je 200 meter. Nou, dat is plus minus 20 seconden. Ja, maar laten we anders gewoon even starten bij de tijdrit. De tijdrit waarbij Roglic de grote favoriet zou moeten zijn. En we hebben het vorige keer al gehad. De ontdekker van Roglic, Jurie Einsen van de Wielenflits, zei ook wel, ja, Hugh Carty is de grote favoriet, want die kan een goede tijdrit rijden. Dat komt zeker uit, daar reed een goede tijdrit. Maar ik moet dan toch zeggen, het zag er heel slecht uit voor Roglic. Maar op het eind, er zit op het eind ook een klimmetje. Hij wisselt ook van fiets. De aandeel heeft hem ook misschien geholpen aan de etappe-overwinning. Maar hij was eigenlijk op het vlak eigenlijk minder goed dan op de klim. Dat verbaast me een beetje. Juist tijdrijden, kan je misschien uitleggen hoe dat zou kunnen komen? Nou, ik was ook wel verbaasd hoor. Ik had zeker, net als heel veel anderen, gedacht dat hij de slag zou slaan. Maar ik denk gewoon dat het beste bij hem eraf was. En over de hele Vuelta gezien dat hij niet meer 100% was, maar gewoon 90%. En ja, dat andere jongens wel 100% zijn, ja, dat is precies het verschil eigenlijk wat eraan lag. Ja, maar hoe zou het dan kunnen komen dat hij op het vlak minder goed reed dan op het doel? Dan zakt hij er juist door in die stijle klim. Dus zijn vermogen bijvoorbeeld, hij kan, ik noem maar wat, een uur lang 400 watt rijden. Nou, dat is na 10% beter, dat is na 360. Ja, en dat is vergelijkbaar met die andere jongens. En bergop is het even makkelijker je vermogen halen, omdat je dan een beetje de natuur meespeelt, de zwaartekracht. Dan kun je soms even makkelijker hoog vermogen trappen. En daar heb je dus net misschien net wel even een paar procentje beter. En die anderen waren net wat moeier. En dan vertekent het beeld een klein beetje dat hij dan bergop veel harder ging dan op het vlak. Ik denk dat hij hem gewoon heel goed verdeeld heeft. En dat hij misschien een klein beetje angst heeft gehad. Omdat hij natuurlijk ook weet wat er in de Tour gebeurd is. Ondanks dat het een hele goede tijdrit was. Maar daar heeft hij nog wel echt een tik van gekregen natuurlijk. Dat hij behoudend begonnen is. En dat hij dat op de klim uiteindelijk toch zijn laatste energie eruit komt. Maar de Tour was die tijdritten waren wel vergelijkbaar met elkaar. Ja, maar hij heeft in de Tour veld. Ja, maar hij heeft in de Tour wel een dermate tik gehad. Dus dat speelt ongetwijfeld wel mee. Nee, maar dat snap ik. Maar hij begon juist in de Tour heel behoudend. Waar wij dachten, oké, hij deelt hem in. En nu begon hij eigenlijk weer heel behoudend. Want bij de eerste tijd lag hij achter op Carty. Een beetje niet heel veel van Carapaz vandaar. Toen dacht ik, oei, als dit zo doorgaat, gaat hij de Vuelta niet winnen. Had hij ook niet gewonnen natuurlijk. Want als je dan op het eind kijkt van hoeveel tijd heeft hij over, had hij hem niet gewonnen. Ja, maar ik denk niet dat hij 100% was. Ik denk dat Wilco zegt dat hij ingehouden heeft aan het begin. En dat laatste deel harder waar hij, dat kan ik best wel in vinden. Dat klopt ook wel, denk ik. Maar toch, gezien over zijn hele, om dan nog even een stapje verder te gaan, over zijn hele seizoen, hoe hij gepresteerd heeft. Hij stond er van de eerste dag tot de laatste dag. Hij heeft overal succes gehad in uitslag. Maar hij is nooit altijd op één dezelfde niveau geweest. Er is natuurlijk erg een golf in dat je goed bent en dat je iets minder wordt. Dat je goed bent en dat je iets minder wordt. En ik denk dat hij het aan het einde, zijn laatste week Vuelta, in die golf naar beneden was, dat bijna het seizoen erop zit. En dat die anderen daardoor gelijkwaardig met te kwamen. En dat hij gewoon op 80-90%, misschien de Vuelta, wel 90-95%, dat hij de Vuelta gewonnen heeft. Ja, maar wat een gigant. Die fietswissel, mannen. Even, het kan toch niet anders dan dat Frits van Eert is natuurlijk ook met Jumbo sponsor van Max Verstappen. Dat hij Max Verstappen gebeld heeft of hij niet even een monteurtje vrij had. En die even heeft laten overvliegen naar Spanje om eventjes die pitstop te doen. 1 seconde tijdwinst. Maar de 1 seconde tijdwinst heeft hij daar een monteurtje heeft daar niet zoveel nut. Want het gaat me meer dan denk dat hij, ik weet niet of meneer Van Eert nog ergens een bobsleeteam aan het sponsoren is. Maar je kan beter gewoon zo'n bobslee-aandeel hebben. Want dit was echt, het gaat erom dat er een iemand staat punt, die de wissel punt, doet. Ik weet ook niet, weten we inmiddels al wie de beste man was? Nou, hij heeft toch ook Kjeld Nuis in dienst, of niet? Die zou ook wel kunnen duwen volgens mij. Ja, precies. Ja. Maar die 1 seconde, die heeft hij daar gepakt. Hè. Dat is achteraf ook gemeten. En hij wint hem op 1 seconde. En hij won hem natuurlijk sowieso op 1 seconde. Maar wat er ook wel gezegd moet worden, en dat is dan natuurlijk altijd... Maar die wissel die was ook 1 seconde sneller dan nummer 2. Hè? Maar het verneukeratief is altijd, Barta, die rijdt niet tot de streepvolle bak door op die berg. Als die dat wel je moet het romantisch houden. Je moet het nu niet gaan afkappen. Nee. Maar dat is ook een beetje het voordeel van degene die op het eind mag... Maar je rijdt ergens naartoe. Zo'n Barta, die verrast al. Die denkt, fuck, ik heb een vet goede tijd. Ik ben veel sneller dan Oliveira. Ik ben veel sneller dan op dat moment Cavagna. En terwijl Cavagna ook een van de kanshebbers was. Ja. Daar rijdt hij gewoon 48 seconden weg. Die denkt al van, wow, wat een goede tijd. Maar als hij nou iets verder doorrijdt, dan wint hij gewoon die tijd erin. Ik denk dat het niet dat meer geluk is, die wissel, dan dat het echt op getraind was. En natuurlijk is het op geoefend. Bij Jumbo misschien al meer dan bij CCC.
Maar het is ook een beetje hoe handig de renners zelf zijn. Stel je voor dat Van der Poel hier staat, die wisselt nog 3 seconden sneller bij wijze van. Die pakt die fiets, die springt erop en die is weer weg. Ja. Dus ik denk niet dat het echt daarop ging. Ja, goed, met de wilk op gelijk. Het is de romantiek. Maar het is wel mooi om te zien. Ja, maar als je gewoon gaat kijken naar Roglic, het is nu 2020. En als je gewoon dan naar zijn teams krijgt, dat die 2013, 2014, 2015 rijdt hij voor Adria Mobiel. Ja. Dat is gewoon continentaal. Dan rijdt hij vanaf 2016 voor Team Lotto. Dan heb je 2016, 17, 18, 19, 20. En als je dan naar zijn lijstje krijgt, 2 grote rondes gewonnen. Sarre. 2 keer de ronde Tour de Romandie. 5 etappes in Spanje. Luik, Bastenaken, Luik. Die Tirreno Adriatico. De ronde van het Baskenland. 3 etappes in Tour de France. De UAE Tour. 3 etappes in de Giro. En ook nog 2 keer de Tour van Slovenië heeft hij gewonnen. Ja, dan denk je, jeetje, wat is dit voor een gast? Het enige wat hij nog, dat zijn 2 dingen. Dat is de Tour winnen en een regenboogtruitje. En dan is zijn carrière compleet. Dan heeft hij alles. Dan heeft hij alles. Olympisch kampioen. Ja, dat zou nog kunnen. Dat zou me ook niet verbazen. Dat zou nog kunnen, ja. Maar als je nog gewoon puur gaat kijken... Maar weet je, echt, ik denk dat hij... Kijk, nou ga je misschien wel iets zeggen wat niet kan. Hè, dat hij Ronde van Vlaanderen ook zou kunnen winnen. En dat is misschien wel nu ver gezocht. Maar hij is wel zo'n renner die... aandurft te vallen. Lange solo, keer in een kopgroep. Hij is rap op een finishy. En ja, als een keer Van der Poel en Van Aert, dat soort jongens toch gaan lopen kloten erachter. En rijdt de groep weg van 10 man. Ja, en hij zag je toch met Alaphilippe. Hij kan winnen. Alaphilippe die rijdt goed in Luik. En Alaphilippe rijdt goed in Vlaanderen. Ja. Dus dan zou dus dat ook in principe moeten Maar kunnen. Ik zie niet bijvoorbeeld daar een Froome of dat soort jongens daar winnen. Nee. Maar Roglic is wel echt zo'n killer. Ja, maar zo'n Nibali kon toch ook best wel ver mee. Toen een keer dat de Terpstra won, speelde Nibali natuurlijk best wel een belangrijke rol in die. Zeker. Voor verder. Stond niet bij de eerste, maar hij reed wel heel lang mee. Goed mee, dus het kan wel degelijk, ja zeker. Ja. Maar wat een renner. Dat gewoon, lijkt me ook echt gaaf hoor. Ja. Het is de beste renner nu van het moment. Ja, en als je dan gewoon naar die tijden gaat kijken, de etappes daarna zijn eigenlijk allemaal, zijn wel spannend, maar het is echt een soort van climax tot zaterdag. Dan zie je op een gegeven moment dat Jumbo-Visma weer supergoed is. Maar dat is toch één dingetje, op een gegeven moment dat het losbarst. Koes is dan, hij was eigenlijk, ik had het idee dat Koes de beste klimmer was tijdens deze ronde Spanje. Ik wil ook niet iets te kort doen aan hem. Maar toch is hij op dat moment toch iets minder dan we verwacht hadden. Ja. Ja. Hou maar nog één keer terug naar vrijdag natuurlijk. Hè, want daar heeft hij natuurlijk ook een hele grote slag geslagen door nog even die bonies te pakken. Ja, maar die heeft hij uiteindelijk niet nodig gehad. En ja, maar over de hele Vuelta gezien is dat wel de lijn die hij heeft gehad waar hij die Vuelta mee gewonnen heeft. Want daar heeft hij de meeste tijd mee gehad. Dat ben ik met je eens, maar dat worden heel veel mensen worden het gezegd. Hij heeft de ronde van Spanje gewoon op bonies. Maar als die bonies er niet zijn, dan wordt het een heel andere koers. Nee, ik zag ook niet dat hij hem daar al gewonnen heeft. Maar als je het nu analyseert, dan heeft hij door middel van de bonies heeft hij wel heel veel profijt gehad. En ik denk natuurlijk, wat Wilco zegt klopt. Ik denk ook wat aanvullend op Wilco, dat hij daar moraal van krijgt. Ik denk echt dat de jongen moraal krijgt als hij gewoon die rit zo manier finisht. En dan maakt hij die seconde niet eens uit van, ik even nog lekker de laatste 3 of 4 meter eruit pompen en dan... heb ik weer een voldaan gevoel en dan kan ik weer op naar morgen. Ja. Dat is bij zo'n jongen, ik denk dat je echt... Dat het je mag geven vanaf. Echt van, dit kon ik nog, zeg maar. Ja. Wie gaat mij kloppen, weet je wel. Nee, maar dat ben ik met je eens, hoor. Maar ik bedoel meer te zeggen, er zijn heel veel mensen die nu zeggen... en dat is ook wel de mensen die er waarschijnlijk uit alle landen komen... ja, Carapaz is eigenlijk misschien de beste renner... want Roglic heeft gewoon op bonificatie kon. Dat vind ik zulke bullshit. Weet je waarom? Regels zijn regels. Ja, regels zijn regels. Maar ook ten tweede, de koers wordt daar ook op afgesteld. Ja, want hij sprint ook voor een tweede plek. Of hij sprint ook voor een derde plek. Als je dat allemaal niet doet. En buiten dat, je kan ook gewoon heel simpel zeggen... als Roglic niet dat gezeik met zijn regenjas had gehad... Precies, die, dat wilde ik net zeggen. Had hij hem veel dikker geworden. Ja, precies. Ja. Had hij nooit die minuut verloren en was het een minuut? Nou, iets minder misschien. Maar hij had een hele grote voorsprong toen. Ja, precies. Had hij dat nooit verloren, dus... Dat is het mooie. Je moet het per etappe bekijken. En iedere etappe is weer anders. En met iedere etappe is weer een andere tactiek. Omdat je kijkt weer naar de dag van gisteren. Ja, en zo wordt een grote ronde gegeven. Maar ik krijg ook een beetje jeuk van het feit. Dan zeggen mensen, het is geen Froome. Zoals Kaito reed met Froome op het einde. Dat hij het heel makkelijk afmaakte. En Roglic doet het toch niet zo makkelijk als hij had gedacht. Gelukkig ik weet het niet. Of vorig jaar wordt niet heel makkelijk de Ronde van Spanje. Dit jaar heeft hij gewoon... toen had hij ook al de Ronde van Italië gereden. Dit jaar is hij gewoon tweede in de Tour de France. Waar hij, we weten waarom. Omdat Pogacar gewoon beter was. Toch wordt hij redelijk dik tweede. Ja. En dit jaar... perst hij er nog in een vet kort tijdbestek... nadat hij Luik heeft gewonnen... en de wereldkampioenschap heeft gereden... wordt hij nog eerste. Vind je het gek dat hij niet dik wint? Ja, maar iedereen mag dat van mij roepen, hoor. Dat interesseert me echt helemaal niks. Maar ik vind het prachtig hoe hij wint... en hoe hij ook wint. Het maakt ook helemaal niks uit. Ja, maar ik vind wel dat wij er zijn... om dingen na te bespreken. En ik vind wel gewoon dat je wel allemaal... een beetje in het juiste perspectief moet zien. Dit hele rare jaar met alles zo bij elkaar gepropt. Ja, weet je, wat hadden ze anders verwacht? Dat hij even met 10 minuten verschil zou winnen?
Nee, hij was de beste renner. Kijk, ik ben wel mee eens. Misschien was het niveau iets minder in de Vuelta dan in de Tour en de Giro. Speciale Tour was het niveau echt heel hoog, omdat iedereen daar goed was zijn. En dan met de afwachting gaan we überhaupt wel de Vuelta doen. Maar doordat iedereen een beetje dat had, was de Vuelta toch wel weer gelijkwaardig. Het was gewoon spektakel. De renners waren aan elkaar gewaagd. We zagen af en toe een verrassing tussendoor. Enigste minpuntje dat ik kon vinden was misschien de aantal sprinters. Er was heel weinig sprintgeweld in mijn ogen. Nou ja, goed, waren we eens misschien opgebrand, weet je wel, niet meer gemotiveerd en al dat soort dingetjes. Maar ja, een klassement in een grote ronde doet, maar het was gewoon bar en bar spannend. Ja, maar weet je, in de breedte was het misschien niet, net wat je zegt, de beste renners. Maar met Carapaz staat wel één man, die kun je gewoon in het rijtje voor de toekomst gewoon neerzetten. Ja, hij heeft het al bewezen. En als je die verslaat, ja, dan heb je gewoon echt gewoon een gigagrote prestatie. Ja, Carapaz heeft gewoon één ding wat hij gewoon altijd moeite zou hebben. Dat zal als hij volgend jaar in de Tour mag rijden, denk naast Thomas of naast Bernal. Hij heeft gewoon niet de tijdrit. En dat gaat hem, kijk, in een ronde van Italië met weinig tijdritkilometers gaat hij niet echt nog een keertje winnen. Ja. Maar als in een Tour en er komen meer tijdritkilometers, ja, dan wordt het gewoon lastig voor hem. Maar hij is wel, dat zag je nu ook weer, Carapaz is wel een winnaar. Hij geeft zich niet gewonnen. En als je een kans ziet om aan te vallen, valt hij aan. En dat is toch wel. En dat zagen we toen in de Giro ook, toen hij nog voor Movistar reed. Hij had best wel een grote achterstand. En hij gaat aanvallen, twee keer gaat hij aanvallen. En hij pakt zoveel tijd in die twee aanvallen. Maar dat ben ik om. En hij is ook gewoon, het is gewoon wat dat betreft ook een gast die het hart op de juiste plek hebt. Je zag hem bijvoorbeeld meteen dat hij een tweet plaatste waar hij Roglic feliciteerde. Zeker. Dat hij gewoon een echte winnaar was en bladibladibla. Ik vind dat gewoon een stukje respect. Het is een beetje het respect wat Valverde bijvoorbeeld wel eens mist, weet je wel. Die is wel gefocust meer op zichzelf. Groot winnaar, maar altijd wel. Het gaat om zichzelf. En Carapaz, misschien is hij ook wel toch wel wat slimmer. Want hij weet op een gegeven moment ook wel, als hij nu dit een beetje doet, als hij Roglic wat hoger neerzet, als hij hem ooit een keertje straks nodig hebt. Je ziet bijvoorbeeld die rekening die al jaren open staat tussen Jumbo-Visma en Movistar. Het gaat maar door. Maar uiteindelijk trekt Movistar steeds aan het kortste eind. Ja. En Movistar heeft Jumbo-Visma dit keer nog geholpen. Ja, ook. En daar wil ik nog wel even over zeggen. Want dan komen we even op het eind. En dan is het, gaan we nog even het klassement doornemen. En, om op Carapaz dan af te sluiten. Die jongen die heeft natuurlijk wel gewoon een waanzinnige Vuelta gereden. Als je samen met Roglic kan strijden om de zegen. En het is continu stuivertjes wisselen. Vandaag rijdt hij in het rood. En dan rijdt Roglic in het rood. En dat hebben ze een paar keer zo gedaan. Ja, mooi kan je het niet hebben volgens mij. Ja, als je 24 seconden achter op de nummer 2 heb je gewoon super goed gereden. Ja, zeker. Hij bevestigt ook gewoon dat hij kopmanschap waardig is bij Ineos. Hè. Het is vorig jaar winter de Giro. En dit jaar staat hij er wel gewoon. En dat is toch wel een beetje. Je kan ook met de druk omgaan. Zeker. En vooral als je bij de druk bij zo'n grote ploeg zit. En wat jij net zei, Michiel, dat hij gelijk feliciteerde. Dat is ook gewoon een stukje, dat laat je wel zien dat je gewoon echt een winnaar bent. En had de Tour ook gereden, dus die had hij ook in de benen. Ja, zeker. Maar op een andere manier natuurlijk. Ik denk ook, om daar nog op in te haken, van je zag Roglic gelijk naar de finish, weet je al, naar hem toe van, dank je, weet je, van een schouderkloppie. Ja, en dat is al dat hij binnen het peloton ook wordt gewaardeerd. Dus Roglic en Carapaz, die liggen ook gewoon binnen het peloton erg goed. Ja, dus maar het wordt ook gewoon gunstig. Ze zien het ook gewoon inderdaad. En dat is wat Movistar soms tegen heeft. Om even het brugje te maken, er werd toen veel gezegd. Movistar redt als het ware Roglic om die Vuelta te winnen. Peter zegt toch niet, had hij ook wel gered. Maar er speelt natuurlijk ook nog gewoon wat anders, wat mensen dan waarschijnlijk niet echt daarin meenemen. Martin was natuurlijk gewoon op achterstand. Ja. Dus Mas wilde gewoon naar plekje 4 springen. Ja. Mas had heel stoer gezegd, het maakt mij niet uit of ik tiende, vijfde of eerste of tiende of vijfde word. Ik ga de laatste dag aanvallen om te winnen. Nou, dat lukte absoluut niet, had hij gewoon in de benen niet voor. Maar die wilde natuurlijk gewoon even goed nog wel van 5 naar 4 wippen. Ja. Dus dat was gewoon het verhaal. Juist, en dan is er niks raars aan dat er de media het maakt dat Movistar als het ware Carapaz wil naaien omdat hij weg is gegaan. Ik denk dat Carapaz ook nog steeds niet heel slecht ligt met die Movistar jongens. En maar het kwam Roglic zo heel mooi uit eventjes. Het zag er mooi uit. En wat wij natuurlijk was het goede moment eventjes. Hij kon het goed gebruiken toen. Ja, en wat wij natuurlijk het meest geniale vonden, en het was ook gewoon, het leek alsof het gewoon zo gefilmd was en gemaakt. Ze rijden op een gegeven moment die berg een beetje omhoog en die zon die stond laag. En wat komt er in een keer opdoemen op het moment dat Carapaz wegrijdt en Roglic daar in zijn eentje zit zonder ploeggenoten. Zo'n geel bolletje. Een geel bolletje. En wij zeggen, wie was het? Een geel bolletje? Hofstede. Ja, ik denk, wat doet hij nou weer op? Dat was natuurlijk zo mooi dat op een gegeven moment dat we dachten, shit, hij zit alleen. En wie doemt erop? Boef. Hofstede. Nou, eigenlijk gek dat we dat waren vergeten op dat moment. Want we hadden daarvoor hadden we het erover gehad in de app van geniale zet, hè, Hofstede mee. Hofstede was natuurlijk de hele Vuelta echt wel een sterke pion. We hadden misschien iemand anders gehoopt, maar Hofstede een hele sterke pion.
ik denk dat Jumbo-Visma dat natuurlijk van tevoren ook wel verwacht had, dat dit zo de situatie zou komen. Maar je weet gewoon niet in het beeld waar de speed zit. Heel veel renners worden ingehaald, je weet niet meer waar iedereen zit. En dit was natuurlijk het perfecte. Je werd nu op het mandje geroepen, je moet stoppen met rijden, want Roglic heeft hij nodig. En ja, dat hebben ze fantastisch gedaan. Zo en Hofstede mooi. Heeft dat kleine stukje wat hij heeft kunnen doen, heeft hij natuurlijk gewoon heel goed gedaan. Maar je ziet ook gewoon op het eind dat er nog heel veel op Roglic zat, want dat hij de Angliru dus niet kon. Dat deed hij alleen een klein beetje op het eind, want dan was het ook wat vlakker. Maar hij sprint, als je het verschil uiteindelijk ziet in de laatste etappe tussen Roglic en Mas bijvoorbeeld, dan is dat nog best wel flink. Hè? En ja, maar hier kom je dus gelijk terug op het verhaal van die twee Movistar mannen die hem dus geholpen hebben. Het was windje tegen, hè, daar zo. Dus hij heeft gewoon een aantal honderd meters achter de Movistar mannen kunnen zitten uit de wind. En dat maakt wel een verschil. En Carapaz reed volop in de wind met de snuffert. Nee, maar daar heeft hij wel dat ben ik heel veel profijt eens. Van gehad. Maar Peter, je zei net ongeveer, wat zei ook, als je 20 rijdt, dan is het 17 meter per seconde. Wat was nou, als je 45 rijdt, 13 meter per seconde. Ja? Dus 22,5 is de helft 7. Nee, en als je zoiets rijdt hij, denk ik. Maar als je dan nog ziet dat Roglic dus in het wiel zat van die twee Movistars, maar hij sprint uiteindelijk gewoon nog 7 seconden weg bij Mas. Ja. Dat is toch veel? Ja, is veel. Dus dan zit er echt nog wel wat in zijn benen. En ik zat ook te kijken, maar ik denk niet dat zo groot was. Dat ik er later nog terugkeek en denk, 7 seconden, dat was het lang niet. Maar ja, dat maakt ook verder niet uit. Maar waarschijnlijk wordt dan net gewoon de tel voorgepakt. Precies, in het Maar goed, oké, dan is het 5 seconden. Is het nog veel? Ja, nog veel. Ga maar eens gewoon met z'n tweeën gewoon op 500 meter sprinten. Ga maar eens even 5 seconden wegrijden, man. Ja. Echt veel. Ja. Dus dat zegt wel wat. Maar dat was mooi om te zien en dat wil ik wel eventjes meenemen. Hey, als je dan het klassement ziet, Roglic wint hem uiteraard. Die pakt ook nog eens een keertje de groene trui. Dan Carapaz 2, heb het over gehad. Carty. Dat maakt het trouwens nog knapper. Hij heeft de hele Vuelta zo goed als met twee truien op het podium. Het was geloof ik de eerste keer in 54 jaar dat het iemand weer lukte. Ja, dat maar ook zoveel. Nee, dat hij gewoon vanaf etappe 1 tot de laatste etappe de groene trui had. Hij is gewoon ook niet onbedreigd, maar een dubbele aantal. Maar dat vreet ook energie, hè? Iedere dag podiumceremonie, nog een keer podiumsmeer. 4 keer winnen, media. Ja. Later in je bed, elke dag een uurtje. Hij heeft minste rusturen van iedereen gehad. Elke dag twee truien inpakken in plaats van één. Ja, en ook nog 4 keer zo'n prijs onder je armen meenemen. En die knuffels. En weer naar het podium. En weer naar het podium. Doen, maar goed. Maar goed, dat zie je ook wel een beetje dan de Vuelta, dat die minder sterk was dan de Tour. Als je ziet dat Carty derde kon, een goede ren natuurlijk. Ja. Maar goed, wel echt mooi voor deze jongen. Zeker. En Martin, 4, vind het toch een soort van wederopstanding, hoor. Ik vind het wel mooi, hoor. Staat hij gewoon in één keer weer in de Vuelta. Ja, maar ik vind het ook echt wel een wederopstanding. Ik had niet verwacht dat hij dit nog zo zou doen. Ja. Mas, 5. Ja, is de plek waar hij hoort, denk ik. Ja. Nou, hij had misschien iets beter gekund, 4 of 3, maar dit is wel de plek waar hij hoort. En ook, helemaal dit deelnemersveld. Ook wel die tijdrit weer, wat toch gewoon een probleem voor hem is. Maar hij is nog heel jong, hè? Ja, hij heeft even voort gaan knechten. Ja, ik vind het mooi dat hij er stond, hoor. Want hij heeft natuurlijk, dat zei de vorige podcast ook, hij heeft een mindere periode gehad. En hij staat er toch weer. Dat is wel belangrijk voor zo'n jonge jongen. Maar goed, ik vind het mooi. Peter zegt even tussen neus en lippen door. Superman Lopez wordt waarschijnlijk teamgenoot volgend jaar. Ja, ja, ik weet niet of hij moet knechten. Ja, nou ja. Lopez kan gewoon winnen, zo'n Vuelta. Hij niet. Nee, ja, met deze Vuelta. Nee, Lopez stagneert wat, vind ik. Nou, maar goed, als Lopez op zijn Angliru bijvoorbeeld wel een keer 50 seconden wegrijdt, bijvoorbeeld, dat kan zomaar, hè? Want zo'n renner is dat wel. En ja, als je hier en daar een paar keer zoiets uithaalt, dan win je gewoon zoveel wel. Ja. Is het niet gewoon wie het beste de schoenen van Alejandro poetst, die is de kopman? Nou ja, hij niet dan. Nee, ja, goed, als we hem verder pakken, zien we 6 Wout Poels. Nou ja, gewoon een super knappe prestatie. Maar toch, ik heb hem gezien, omdat we hem natuurlijk volgens is shit, valt goed op. Maar hij is heel geruisloos naar die 6e plek gekropen eigenlijk. Ja. Maar goed, als je gaat bekijken waar hij ook vandaan komt. Valpartij in de Tour, hard moeten werken om er doorheen te komen, om fit te worden. En ook als je gewoon ziet wat voor ploeg hij om zich heen had, vooral in de bergen, dat hij er zo goed als alleen voor staat. Volgens mij, als we het goed gezien hebben, heeft hij nog een klein beetje hulp gehad van Sunweb. Want Arnalds-man die had hem natuurlijk nog... Ja, dat was een mooi in de laatste etappe. Tenminste, de laatste echte etappe. Niet de zondag, maar de zaterdag etappe. Toen op een gegeven moment zag ik dus een renner van Sunweb. En toen dacht ik van... Die legde als het ware zijn hand een beetje op de bil neer van Poels. Heel veel vriendelijk en vriendschappelijk. Toen dacht ik, hè?
wie zou dat dan zijn, weet je wel? Ja. En dat bleek dus later dat Arendsman, die overigens geweldig geweld heeft, echt supergoed. En die ging zich even testen op de laatste berg of die dat ook kon, zeg maar. Ja, maar die kan ik Wout even een zitje geven? Ja, ik weet niet wat hij deed, maar hij praatte, hij gaf heel makkelijk, hij gaf een soort, ik ben wel benieuwd of het verhaal erachter, misschien weet iemand. Misschien dat hij nog wel een bidonnetje gegeven heeft, een gelletje, we weten het. Misschien zei hij, kom op man, weet je wel. Geef eens gas. Ja, maar ik deed het ook wel eens. Als ik bijvoorbeeld, noem maar wat op, in een marssprint bijvoorbeeld aankwam en ik reed naast Dylan op 20 kilometer voor de finish, zeg ik succes bijvoorbeeld. Dat is toch een beetje onderling, dat noem je wel eens op gewoon. Ja, maar het zag er echt heel vertederend uit. Hij deed echt zo'n hand op zijn beeld. Waarschijnlijk kijkt zo'n jongen ook gewoon op tegen Wout Poels. En die rijdt dan voor het eerst eigenlijk in een grote ronde naast misschien wel een van zijn helden. Misschien was hij wel heel erg fan omdat hij toen Luik Bastenaken leuk vond. En dat hij denkt van, boah, dat is toch echt een mooie renner. En dan rijden in één keer naast en dan kun je hem een zetje geven, ja, dat is toch wel een beetje apart. Maar ik vond Arendsman echt een openbaring. We wisten dat het een goede renner was, maar echt heel goed. Het is trouwens ook wel grappig, want onze grote vriend Tim Beck, die natuurlijk dat mooie interview over ons geschreven heeft toen, die heeft ook een interview reeks gemaakt over Sunweb. En daarin zei de eindbaas van Sunweb, over 10 jaar, zei hij volgens mij, is de teamfoto van Sunweb 2021, weet ik bijna 100% zeker dat daar legendarische namen op hebben gestaan, als we 10 jaar geleden daar terugkijken. Als ik eerlijk ben, met ook nu weer Donovan heel vaak in de aanval. Met Power, die wel toch wat minder jaren gehad, maar nu wel steeds beter wordt. Als je dan nu weer met Max Kanter ziet, de sprinter. Arendsman, die ook gewoon supergoed rijdt. En alle andere renners die we nog niet eens hebben genoemd, die in de andere grote rondes reden. En dan kan hij daar wel eens gelijk in hebben. Maar zo'n Arendsman, ja, ik ben nou wel benieuwd. Want het zou eigenlijk, hij reed nu zo lekker aanvallend. Hij was zo bezig. Hij was zo zich aan het neerzetten. Hij probeerde ook in de finale nog echt wel wat uit te halen. Moet zo'n renner dan een ronde renner worden? Of moet zo'n renner gewoon lekker blijven aanvallen? Ik zeg het eerlijk gezegd het laatste. Ja, eerst maar eens lekker 3-4 jaar gewoon lekker ontdekken waar je goed in bent. En die rondes gewoon beleven. Zoals je hem als jonge renner moet gaan beleven, denk ik. Maar moet je het willen, weet je wel? Met zoveel geweld wat er is. Met zoveel bizarre, nog jongere gasten. Kijk, als die zo goed is, dan hij zou zich in een ronde kunnen laten zien dat hij dat ook echt kan. Ja, dan moet hij de knop gaan omzetten. Maar god, hij is nog jong, hij heeft nog zoveel jaren. Laat hem eerst maar gewoon eens een etappetje winnen als dat kan. Ervaring opdoen en wat rijpen. Ja, maar als we dan even de andere Nederlander van Boren, Idi Schelling. Ook niet verkeerd, hè? Nee, zeker niet. Die reed ook goed. Die reed allebei van Zeg trouwens, hè. Dus ik kan wel van Zeg Racing af. Hij reed op een gegeven moment op kop voor zijn ploegmaatje. Die kon nog even zijn plek verliezen, zeg maar, naar de kopgroep. Ja. Ja, en daar zie je gewoon, die jonge jongens zijn er wel klaar voor. En die hebben een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt bij Zeg. En dan zie je ze nu ook gewoon weer doorontwikkelen bij die wielerploegen. En dat is echt super mooi om te zien. Alleen ze moeten door blijven ontwikkelen. En ze bekijken natuurlijk een klein beetje af van Kees Bol en van Fabio Jacobsen, die daar vandaan komen en die dan in één keer er staan en de grote wedstrijden winnen. Ja. Ik denk voor de klimmers type, die moeten juist nog even... het is natuurlijk niet bijvoorbeeld die jonge jongens die gelijk winnen, maar over het algemeen moeten die iets langer rijpen om uitslag te halen naar een sprinter en dat soort jongens. Ja. Laten we hopen voor Tijmen dat hij gewoon door kan groeien. En dat hij nog een paar jaar de tijd krijgt om wat te laten zien. Weet je welke Nederlander me wel een klein beetje tegenviel? Dat zou waarschijnlijk ook wel met omstandigheden misschien te maken hebben. Maar dat is een jongen die natuurlijk heel veel wil en kan aanvallen. Heeft hij ook laten zien. Jetse Bol. Ik vond hem wat tegenvallen deze Vuelta. Ik heb hem weinig gezien van voren. Ja. Ik had hem veel meer in de aanval verwacht. Ook omdat hij met de ploeg rijdt natuurlijk. Die leeft van de aanval, omdat ze gezien moeten worden. Ik snap wel dat je dat zegt, maar aan de andere kant, als je gaat kijken hoe hij gefinished is het volgens mij niet eens heel slecht. Hij reed zelfs voor mij op de Angliru bij de eerste, weet niet uit mijn hoofd, maar echt wel gewoon een goede uitslag. En er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal kansen en een beperkt aantal mogelijkheden om als het ware aan te vallen. En ze hebben natuurlijk die Madrazo natuurlijk. Ja. Maar ze hebben ook Molenaar erbij. Als je ziet dat Molenaar best wel vaak in de ontsnapping mee zat, dan wordt het voor hem natuurlijk best wel lastig om erin te gaan. En ik denk, Peter kent hem natuurlijk goed. Misschien heb je hem zelfs ook wel gesproken. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij er dan in staat. Nou, ik weet niet. Ik heb jetzt niet gesproken overigens, maar... Ik denk eigenlijk dat hij misschien wel stiekem had gehoopt op een etappe-overwinning. Als ik mijn een beetje, het is natuurlijk gok, hè, maar ja, dan ga je toch iets anders die koers in. Dan dat je altijd maar in de kopgroep wil rijden en gezien wil worden. En dat hij nu echt misschien wel gedacht had van oké, ik ga dit jaar proberen dit te winnen. En dan moet je soms iets anders erin staan. En dat hij drie kruisjes hebt gezet in de planning. Ja, dat je iets beter je kopgroep moet uitzoeken. En dat je dan net wel niet mee zit met de grote groep. En
ja, die grote groep is soms moeilijker nog dan een klein groepje die eigenlijk bijvoorbeeld kansloos is. Ja, en als je die overslaat, ja, dan moet je een beetje soms in die grote groepen terecht zien te komen. En als je al een ploegmaat of twee hebt, die Zuid-Afrikaan, hoe heet die, Willy nog wat? Smit. Smit, die zat er heel vaak mee, die was heel agressief. Ja, maar daarom. En daardoor zet je eigenlijk je ploegmaat aan de kant van, die geef je dan geen kans. Weet ja, dat je zag wel. Ik ook door. Ja, maar dat zag Glenn Molenaar dus ook. Ja, dus dan is het voor Jetsen moeilijker. Maar ja, misschien was Jetsen niet helemaal fit, ik weet het niet hoor, maar misschien moet het zelf een keer vragen. Maar. Ja, maar daarom zag ik ook de omstandigheden, die waren dus ook echt aanwezig als je ploegmaten dus veel mee zitten. Maar ik had er meer vooraan verwacht. Ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, en als je naar Jumbo-Visma gaat kijken, toch de Nederlandse ploeg. Die winnen dan uiteindelijk. Maar Bennett 12e, Koes 16e, Gesink 35e, Tech 35e, Vingegaard nog 46 en Helmond of Hofstede uiteraard 51. Ja, het is toch ook een sterk collectief weer. En als je nou nog eens een keer de renners ernaast die de Tour hebben gereden en de renners ernaast die de Giro hebben gereden. Het wordt zo langzaam toch echt wel een ploeg met zoveel mogelijkheden. Ja, het is fijn om knechten te hebben die ook kort kunnen finishen. We hebben dat in het verleden vaak genoeg gezien. Hè? Als je een bergetappe hebt en de mannen om je heen die moeten lossen. Maar ze kunnen in de afdaling toch wel weer terugkomen omdat ze ook kort kunnen rijden. Ja, ja, daar heb je als kopman natuurlijk zoveel profijt bij. Ja. En we zagen het ook Gesink natuurlijk al in de Tour meerdere malen doen. Op de top dan lossen en in de afdaling dan toch weer erbij komen. Ja, dat is toch wel een kwaliteit wat deze ploeg wel echt heeft. Ja, zeker. Het beste ploeg van het jaar, hè? Misschien niet daarna in de overwinningen, maar wel gewoon alles bij elkaar gezien. Twee mannen in de ranking met Roglic en Wouter op 1 en 3. Dan ben je gewoon de beste ploeg. Ja. Nou, tot slot natuurlijk nog wel eventjes de bergtrui. Blauwe stippentrui. Ja. Rechte winnaar. Goed gereden. Zeker. En weer naar COVID dus. Dat is een soort abonnementje hebben die, hè? Volgens mij was hij de enige die er echt voor ging, als ik zo de eindstand zie. Dat is ook wel mooi om te zien hoe je dat kan doen. Maar hij ging er ook iedere dag voor. Ja, maar daarom. Op een gegeven moment dan sla je zelf de rest ook wel een beetje loop. Denk je, ja, weet je, dit heeft geen nut meer. Ik sta nu al zo ver achter. Ja, dit was niet het geval dat je één dag mee en de bolletjes trui hebben en dan vasthouden. Nou, hij ging er gewoon echt voor. En dat was mooi, ja. Ja, zeker. Nou ja, jongens, Vuelta, zo'n cijfer mogen geven. Ja, ik vond het wel een 7,5, 8. Ja. Wilco? Het was een andere Vuelta dan andere jaren. Dus ik ga niet vergelijken met andere Vuelta's. Maar ik vond dit als liefhebber, dat was zeker wel een 8,5. Als ik de weeromstandigheden ook meeneem. Hè, koud. Spanning aan het einde. Spanning dat, op dat het einde. Dat geeft toch heel veel. In iedere dag was eigenlijk wel gewoon een mooie finale. Ook op ja, kijk, als ik hem ga vergelijken met de Tour en de Giro. Weet je, ik heb sowieso wel een zwak voor de Vuelta. Ik vind het gewoon wat dat betreft een fantastische ronde in een fantastisch landschap en met een fantastisch parcours. Alleen, ik geef ze ook een 8, maar misschien als ze anders een 7 geven, maar ik geef ze nog een puntje extra, omdat ze het gewoon zo goed voor elkaar hadden. Geen coronagevallen, altijd alles goed ontsmet, altijd alles gewoon goed voor elkaar. Transparantie, duidelijkheid, super strikt. Weet je. Dan zie je dat zo'n ASO gewoon dat veel beter voor elkaar hebt dan de andere organisaties. En je ziet dat de ASO van de Tour geleerd heeft. Ja, dat zeker. Is misschien wel het belangrijkste. Ja. Maar hun beseffen ook gewoon dat de wielersport dit ook echt nodig heeft. En ze weten ook gewoon, we moeten nu gewoon een goed draaiboek maken voor volgend jaar. Want je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren met een vaccin of dat soort dingen. Maar als dat draaiboek gewoon eenmaal waterdicht is, of zo goed mogelijk waterdicht. Ja, dat dit maakt voor iedereen ook het werken makkelijker. Ja. Ja, en sowieso, kijk, we hebben 100 koersdagen. Het was om en nabij 100 koersdagen hebben we gehad. We hebben heel veel wielrennen, heel veel wedstrijden gehad. Er zijn maar 3 wedstrijden afgelast. Die waren nog bij ons in Nederland ook. En Parijs-Roubaix natuurlijk. En Parijs-Roubaix. Dus 4 wedstrijden zijn er afgelast. Maar kijk wat er allemaal wel gereden is. Zeker. In korte tijd. En straks hebben we gewoon een heel jaar. Dus net wat Peter zegt, dus dat draaiboek al ligt. En het is goed. Wel een kleine kanttekening dat natuurlijk daar. Er was al heel veel uit. De wedstrijden in Duitsland waren eruit. En er waren wat andere wedstrijden. Maar de wedstrijden die oorspronkelijk op de coronakalender stonden, daar zijn er nog een aantal van maar uit. Deze ervaringen die ze nu gepakt hebben in Frankrijk, Spanje, België, et cetera, Italië, kunnen ze nu meenemen, ook naar de andere landen, Zwitserland, et cetera. Het ziet er in mijn optiek gewoon heel goed uit voor het nieuwe jaar. Ja. En er zijn echt heel veel dingen mogelijk. Zolang het maar voor de teams te doen is om van A naar B te gaan. En dat het voor de renners ook te doen is om van A naar B te gaan. Zoals Australië bijvoorbeeld, de Tour daar noemde, ligt er al uit.
kan ik me helemaal in mengen. Dat je moet vliegen, je moet erheen. Tuurlijk. Het is een uitdaging voor de teams om dat in een bubbel te hebben. Dat kan niet, want je moet gewoon 2 weken in quarantaine als je erin thuis gaat. Ja, maar ze willen ook niet zoveel buitenlanders. Het mag wel, maar ze willen dus je moet 2 weken in quarantaine. Ja, dat weet ik, maar dan nog willen ze dat gewoon niet. Liever niet, ook al is het 2 weken in quarantaine. Kijk, er hoeft maar één summerbrenner te zijn die een showpotje gaat kopen en iemand besmet. Ja, en maar je moet verplicht in een hotel, je komt in het hotel niet uit. Ja, dat weet ik, maar dan nog, dat is een van de redenen. Maar buiten dat hebben ze er ook helemaal geen zin in. Want ook al gebeurt het met iets anders, ze willen gewoon de mensen niet hebben nu. En ze willen zo min mogelijk reizen. Dan moet je niet zo'n koers in Australië, want de hele Europa en de hele wereld moet erheen. Ja, maar dat is toch ook prima. Laten we dan gewoon aankomend jaar gewoon in eerste instantie alles op Europa. Want er is genoeg in Europa. Ik denk eerder echt dat de teams hebben gezegd, dat gaan we niet doen, dan dat de organisatie heeft gezegd. Die Anderson-familie die erachter zit, die zijn schat helemaal te rijk. Die zal doen niks anders dan dat die koers doorgaat. Maar ja, het is gewoon niet praktisch als je renners 4 weken lang bij elkaar opgeteld in een hotel verplicht moet zetten zonder dat je naar binnen en naar buiten mag. Kijk, als jij op bergen in je eigen bubbel zit, op hoogtestage, mag je ook gewoon naar buiten frisse neus halen. Als jij verplicht in hotels zit, erbij spreken op slot zit, dan mag je niet eens het binnen eruit. Nee, maar dat ben ik met je eens. Maar volgens mij heeft ook gewoon de Australische overheid het gewoon nog geen vergunning afgegeven. Nee. Dat is ook begrijpelijk. Ja. Maar goed, het ziet er gewoon goed uit als het om corona gaat. We hebben vandaag natuurlijk het nieuws gehoord dat een van de vaccins voor 90% testresultaat heeft, wat ze 50% hadden verwacht. Er gaan ook steeds meer stemmen op dat mensen echt wel verwachten dat in maart, april voor het grootste gedeelte weer af zullen zijn. Dus ja, ook voor het wielrennen ziet het er niet heel slecht uit. Ja. Maar ik denk terugkijkend op dit seizoen. Ik weet nog goed dat we met Thijs zaten in Amsterdam. Zeker. Dat we wel überhaupt afvroegen van gaan we wel koersen? En wat gaat er gebeuren? Hoe gaat de Tour eruit zien? Al dat soort vragen die we proberen te beantwoorden. Ja. Als we daar nou op terugkijken en dat eigenlijk gaan evalueren, dan is dat echt gewoon een zegen dat we dit allemaal hebben kunnen doen. En ja, 100%. Dikke bonus voor het wielrennen dat dit doorgegaan is. En ja, er gaan slachtoffers vallen. En sowieso in de World Tour denk ik misschien niet zo echt. Maar ja, daaronder is het gewoon een stuk moeilijker. Het is een zegen voor het mannenwielrennen geweest. Maar helaas niet voor... Nou kijk, het is gewoon alle niveaus eronder. Dus daar horen de dames in principe bij. Het is de mannensport wat goed doet, waar alles aan vasthangt en alles eronder is een beetje minder. Maar ja, dat trekt ook wel weer bij. Continententeams gaat het moeilijk hebben, maar zodra die toppen maar goed draait, dan is er genoeg geld in de wielersport om dan langzaam door te laten vloeien naar beneden. En ja, er gaat misschien nu een team of een aantal teams wegvallen. En dat is natuurlijk eeuwig zonde dat het niet hoeven. Maar die hebben ook gewoon niet gekoerst. En die sponsoren hebben het misschien moeilijker gaan fietsen enzovoort enzovoort. Maar ik ben alleen maar blij dat die toppen goed draait. Dan komt de rest Maar dat ben ik met je eens. Maar er zijn natuurlijk wel ook, net zoals Damien Froome toen vertelde, gewoon een team die echt hoog op de rank stond. Boom, weg. Ja. En dat is aan de, zoals junioren, de hele aanwas. Nou, we hebben genoeg jonge renners tegenwoordig. Daar hoeven we niet zoveel bang voor te zijn. Maar de aanwas die nu daaronder zit. Ja, het is bijvoorbeeld zo'n David Dekker. Ik denk dat hij gewoon super blij is dat hij toch al getekend had bij Jumbo-Visma. Want die heeft het hele jaar eigenlijk niks kunnen doen, behalve dat hij in het begin heel veel reed. Ja, zeker. En zal gewoon wat wedstrijdjes hebben gereden, maar voor de rest heeft hij niks kunnen bewijzen. Dat zijn er heel veel. Maar er zijn heel veel David Dekkers. Ja, maar dat is heel moeilijk, hè. Maar als je dan terugdenkt, als er nou ook nog 5 World Tour teams weg zijn gevallen, dan valt het helemaal in elkaar. Kijk, het kaartenhuis, de bodem van de kaartenhuis is eigenlijk gewoon de World Tour. Zo moet je het zien. En alles erboven gestapeld, dat is eigenlijk al die mindere ploegjes. En dat valt nu om, maar de basis staat nog steeds. En dan kan je het ook weer opnieuw opbouwen. Als die basis er ook al een beetje wankel is, dan kun je ook niks meer erop op gaan bouwen. En dat is nu bij die World Tour, dat staat nog steeds goed. En dan blijft er ook geld in die wielersport omgaan. En dan gaat het langzamer. Het komt met development teams. World Tour gaat geld sluizen naar continental teams enzovoort enzovoort. Krijg je allemaal constructies om maar die basis er weer in te krijgen. En ja, ik weet gewoon dat komt wel weer goed. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar als die World Tour, als we dus wat we met Thijs zeiden, als dat helemaal geen koers was geweest en er vallen 6-7 teams weg, dan waren we veel verder van huis. Ja. Nou ja, ik vind dat het vrouwenwielrennen ook wel een heel mooi programma heeft gehad. Kijk, er gaan ook wel verhalen eronder dat de vrouwen misschien hadden een meerdere koers moeten rijden. Ik denk dat we ons dat moeten afvragen, want de vrouwenploeg is natuurlijk ook kleiner, hè, met het aantal renners wat ze hebben. We hebben de mannen gezien dat het soms best zeuren kan zijn om een team op de been te krijgen. De vrouwen hebben echt wel een heel mooi programma gehad. En natuurlijk willen we dat de vrouwen meer wedstrijden rijden. Maar ze hebben wel een heel mooi programma gehad. En als wat jij net ook benoemde, dat de laag wat eronder zit helemaal geen wedstrijden rijdt. Precies.
Ja, dat vind ik wel. En vooral in de, meenemen dat de UCI de vrouwen altijd een beetje links laat liggen. Ja, daar hebben ze misschien wel mazzel gehad van de UCI. Wij willen dat anders zien, maar ze hebben misschien wel mazzel zelfs gehad. Zeker. Kijk, ze hebben gewoon de Giro Rossa, Vlaanderen, al die grote wel, WK's, dat soort dingen hebben ze allemaal gewoon gehad. Ja. En dat is natuurlijk super mooi om te zien. Precies. Maar ja, het was wel mooi. Op ja, naar volgend jaar. Dat is het zeker. Dat is een mooi bruggetje, want hij staat erop hoor. Dat is natuurlijk de 220, even een korte terugblik. Het is toch een beetje het einde van het wielerjaar. En eigenlijk heb ik één woord opgeschreven over 220. En dat is eigenlijk toch nog een geschenk. Zeker. Als je gewoon gaat kijken hoe we er inderdaad in zaten toen we aan het beeldbellen waren met Sebastian Langeveld, terwijl we zelf aan het zwiften waren en naar de wedstrijd zelf keken, dat we eigenlijk alleen maar e-racing, dat we dachten, jeetje, is dit nou het hele jaar? Ja, hoor je ook niet happy van, nee. Nee, en als je nu gaat kijken wat er allemaal wel niet gereden is. Ja, zeker. Ja. Ik had het, wie had het durven dromen? Toen we met Thijs zaten, al dachten we dat de Tour niet eens het einde zou halen. En op een gegeven moment is de Tour voorbij. Hebben we zelfs nog Lijkbaas en Raken Lijk. We hebben het wereldkampioenschap. We hebben het Giro. En de Vuelta nog gehad. Ja. Nou ja, weet je, er zijn wel wat koersen uit. Maar aan de andere kant... en ook nog Ronde wat van Vlaanderen, Waalse Pijl, weet je. En het was ook nog echt gekoerst. Er was gewoon altijd spanning. Er is gewoon niet eens een saaie wedstrijd geweest. En dat is het, dan maakt het alleen maar mooier. Nou ja, ik denk ook, want we zien natuurlijk in de industrie, hele business, dat het omhoog gaat. Iedereen die wil fietsen lijkt wel. En op tv zie je steeds meer mensen zonder helm mountainbiken in een of ander park. Maar het is gewoon goed voor de wielersport. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Als je in één keer een soort van overload krijgt aan beelden over wielrennen. Je krijgt 100 dagen elke dag wielrennen. Dan op een gegeven moment, mensen kunnen er gewoon niet omheen. Nee. Dus op een gegeven moment ga je het wel leuk vinden. Ik denk dat er heel veel jonge kinderen zijn die waar de papa's voor de televisie zaten en de mama's. Ja, en wat dat betreft voor de teams natuurlijk echt de perfecte PR. Want ze hebben zoveel bedeld. Het bleef maar komen. En als je dan gaat kijken van, was het niet de ene koers, was het wel weer de andere koers. En gebeurde het daar niet, gebeurde het daar. Want zo'n Sunweb, heeft natuurlijk een dramatisch jaar. Maar qua aandacht wat ze dit helemaal gegenereerd hebben. En mega veel aandacht. Ja, supergoed natuurlijk. Het is wel ook een dingetje. En dat, dat was ook een... ik zal hem even bijpakken. Dat was een tweetje van Le Flamme Rouge. Daar stond in hoeveel renners op dit moment nog zonder contract zijn. En dat is ook weer een beetje wat we net over de David Dekkertjes. Weet je wel, die jongens die allemaal komen. En als je dan gaat kijken van hoe gaat dat allemaal zich oplossen? Want er staan niet de minste namen tussen. Hoe gaat dat dan weer voor volgend jaar? En hoe gaan die renners terechtkomen? En hoe gaan... Ja, ik ben er wel benieuwd naar. Dat is wel iets waar ik zorg is te groot woord. Maar waar ik wel denk van... Ja, er gaat wel heel veel klappen vallen. Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk eigenlijk... Kijk, dit is een speciaal jaar. En dan gaan er meer renners gaan de moeite krijgen om een contract te vinden. Maar je hebt natuurlijk elk jaar alweer de trends die er komen. Hè? Dus je hebt gezien een tijdje Colombianen. Nu zie je jonge renners. En dan straks gaat het weer veranderen naar misschien wel Aziaten of weet ik veel wat. En dan komt op een gegeven moment weer de Colombianen terug enzovoort. En dan zie je nu dit jaar de Colombianen doen het eigenlijk relatief iets minder dan de afgelopen jaren. En dan zie je nu de jonge lichting, die echt jonge lichting die in één keer komt. En die staat er nu weer. En dat is ook een soort van trend. Dus waar veel over gesproken wordt, dat ga je ook steeds meer zien. En dat zie je dit jaar heel erg goed ook met die jongen. Ja, maar dat ben ik met je eens. En dit dus dan wordt het voor de oude renners, die worden steeds moeilijker. Dus. Dat is zeker waar. Maar als je gewoon, er zijn best wel natuurlijk al wat contracten gesloten. Dat is al best. Het is niet alles bekendgemaakt. En Pro Cycling zet ook altijd pas iets neer als het echt bevestigd is. Maar ik noem gewoon wat namen. Boos Hagen, geen contract. Cavendish, geen contract volgend jaar. Kwiatkowski, Uran, Luis Leon Sanchez, Kreuziger, Van Garderen, Izagirre allebei. Nizzolo, de Europese kampioen. Hey nou, Aru, Gasparato, nou, dat is dan misschien ook wel wat logisch. Lopez gaat dan misschien een Mobistar. Van wat andere renners uit. Wening is natuurlijk het logisch. Langeveld, bijvoorbeeld geen contract voor volgend jaar. Ja, wat is nou heel opvallend, wat ik dan net eigenlijk zeg, de jonge lichting. Iedereen, alle teams willen jonge jongens. Ja, maar er staat ook bijvoorbeeld de winnaar van de Giro, Theo Gegenhardt, geen contract nog voor volgend jaar. Er staan niet alleen maar jonge renners bij. Het zijn echt ook veel renners waarbij je van denkt, hoe gaat het lopen? Ik vraag me trouwens wel af, want volgens mij heb EF, want ik vond echt, hou niet zo van EF, maar wat ik wel heel tof vond, is dat ze dus de renners die dit jaar hebben ingeleverd, dat die nog een jaar mogen bijtekenen. Ja, maar zo'n Langeveld... En dat wil ik net zeggen, kijk, een Uran en een Langeveld, die staan dus nu natuurlijk in de rij eventjes. Ja, we weten niet of zij willen inleveren, dat weten we natuurlijk niet. Maar ze hadden ingeleverd moeten hebben, hè? Ja, goed, we weten natuurlijk niet wat er achter de schermen gebeurt. Hè? Dus dat is wat wij in de media lezen. Maar we weten wel dat IF minder geld te besteden heeft. Dus mensen moeten gewoon inleveren. Maar iedereen, IF heeft gezegd, iedereen die ingeleverd heeft... En er zijn dus heel veel plekken beschikbaar daardoor.
Nou ja, nee, want EF heeft gezegd, iedereen die geld ingeleverd heeft, bieden we sowieso nog een contractverlenging van de jaren. Daardoor zijn onder andere Moreno Hofland nog een jaar langer. Maar misschien hebben ze er nu nog niet getekend en hebben ze het nog opengehouden. Ja, wat zijn de voorwaarden daarvan? Dat weet je ook niet. Nee, dus misschien krijgen ze een jaar aangeboden voor minimum salaris. Terwijl, ik noem maar wat, dat ze eerst een veelvoud daarvan zouden nu krijgen. Dan krijgen ze nu een jaar erbij voor minimum. Ja, ja dat weet je ook niet, hè. Dus dat is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Maar wat mij echt opvalt, een Bozenhagen, een Kiewakowski, dat soort jongens, die zullen heus wel een team gaan vinden. Ja. Maar die zijn niet goedkoop. En de trend is jonge gasten. En als jij een jonge gast voor veel minder kan krijgen dan een Bozenhagen, dan gaan ze dat misschien een gokje nemen. Kijk, Hagen is een verkeerde voorbeeld, hè, want dat zijn gewoon renners die wel onderdak gaan vinden. Ja, maar Hart staat er ook tussen. Valgren staat er ook tussen, bijvoorbeeld. Maar, ja, nou, dat is een jongen die echt moeilijk is. Valgren, heeft die nog geen nieuwe ploeg? Die was toch wel in verband gebracht met een andere ploeg? Ja, nou, maar dat is wel een mooi voorbeeld, hè. Die is al iets ouder, volgens mij 28. Ja, dus die is niet meer de jonge garde. Die is wel heel erg duur, dus die gaat echt wel. Die wil niet tekenen voor een appel en ei. Die is gewoon heel moeilijk om zo'n plek op te gaan vullen. Ja. Die gaan veel liever kiezen voor een jongen. Dat ze kunnen gokken dat het een Hirsi wordt of dat soort jongens. Want dat wil iedereen nu. En daar dat wil iedereen gewoon graag. Ja. En dan zo'n Valgren, die misschien toch wel heel duur is. Zegt, nou, jou niet en we nemen wel jongeren. Ja. Wat trouwens opvalt. We weten ook niet wat er bij het entity gebeurt. Voor hetzelfde geld weten Bjarne Ries toch nog een sponsor. Maar dan heeft hij nog steeds geen contract. Dus dan moet hij nog steeds bijtekenen bij entity. Ja, en dan waarschijnlijk voor flink minder. Maar dat zijn echt de slachtoffers die van de rekening. Dus die jongens van 27, 18, 29. Ja. Die gewoon eigenlijk best wel veel. Een beetje de Peter Konings van toen, wat in jouw tijd ook is gegaan. Nou, ik had een beetje hetzelfde. Maar ik was niet de renner die dan. Kijk, zo'n Valgren, die zat misschien wel richting 7, 8 ton aan bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dan ga je nu een jonge, ik noem maar wat, hè, dus het kan ook misschien minder zijn. Maar kan je drie jonge jongens van krijgen. Ja. En dat is dus een beetje hoe het nu, wat er nou gebeurt. Dan zeggen ze, ja, de trend is jonge gasten, die zijn toch wel erg goed. Dus ja, wij moeten ook een jonge gast, want zo gaat dat. Maar het is aan de andere kant, die jonge gasten hebben allemaal niet vorig jaar gereden, of dit jaar. Nee, dus maar die toch gaan gokken. Ja, maar dat speelt allemaal weer mee, dus dat is wel een spelletje. Wat me trouwens opvalt in het lijstje, deze discussie is natuurlijk ieder jaar, hè. En nu is natuurlijk corona. Toen in jouw tijd was dat ook een probleem met de teams. Te weinig teams. Maar dit is iets uit alle jaren. En elke keer zal het weer Een paar jaar terug was Colombianen. Elk team moest de Colombianen hebben. Dus elk team is er sprongelijk. Hey, die heeft een Colombiaan, die heeft een Colombiaan. En niks te nadeel van de Colombianen. Want die zijn gewoon hartstikke goede wielrenners. Maar het was heel opvallend. Elk team opeens die trend. We moeten er eentje hebben. Want ik wil er ook een. Anders horen we niet bij. Dat is nu met Luis Leon Sanchez. Dat is wel echt zo'n renner. Die zou zich, als hij zich zorgen zou maken, die zou zich bijvoorbeeld zorgen moeten maken. Die heeft gewoon de leeftijd. 36. Wordt gewoon ouder. En duur. En duur. Die zou misschien wel echt zonder ploeg kunnen komen te zitten. Ja, ik denk dat Movistar nog een deurtje voor hem open heeft staan. Maar bijvoorbeeld Movistar, maar dan gaat hij wel in moeten in. Ja, dat moet hij wel willen. Ja. Gaat hij dat een beetje contractje tekenen. Maar wat me dit opviel in dit lijstje, want dit lijstje staat op carrière points. Dus Pro Cyclist houden punten bij van wat ze in de carrière vergaard hebben. En dan staat Cavendish tweede, maar Bozenhagen heeft gewoon meer carrièrepunten dan Cavendish. Dat wist ik helemaal niet. Veel ereplaatsen gehaald. Ja. Dus, waarschijnlijk veel klassiekers, world-tour-klassiekers die veel punten opleveren. Ja. En dan Cavendish gewoon meer sprintjes. Maar dat wist ik niet hoor, want ik wist... Zou je niet zeggen. Ik had toevallig laatst in de rankings gekeken vandaag, maar daar zat wel echt... opvallende namen. Vind ik wel leuk om dat altijd even terug te kijken wat er allemaal gebeurd is. Wat bedoel je op wat manier? Nou, ik zat de ranking all time te kijken. Dus bijvoorbeeld dat Eddy Merckx nog steeds bovenaan staat. Weet je wel, dat vind ik denk, dat is toch best wel humor. Als je bij Pro Cycling staat, dan kun je zeg maar de ranking zien. Ja. En staat er all time. En als je die inklik, bijvoorbeeld Roglic staat op 93 in zijn punten die hij all time gehaald heeft. Ja, en dan kijk je bijvoorbeeld, de eerste staat Merckx. De tweede Francesco Moser en drie Sean Kelly. En staat van verder op 7. Bijvoorbeeld. Ja, dat is toch wel denk ik, best wel echt super. En Kevin is dat er wel, geloof ik. Maar is het niet een beetje appels met peren vergelijken? Vroeger kan je nog maar goed vergelijken met nu. En, Nee, maar goed, Kevin is daar 30ste in die all-time rankings. En Gilbert staat 28ste. Ja, dan is dat toch raar. Dat klopt dat er niet met Bozenhagen. Bozenhagen staat er niet in de eerste. Nee, dat is toch dus ik denk niet dat dat klopt. Maar misschien is dat van het laatste jaar. Ja, maar ik denk dat de UCI-lijst is dan of iets dergelijks. Dat zal niet... Nou ja, goed. Want misschien moeten we de Pro Cycling dat zelf vragen. Ja, dat zou een goeie zijn. Dan kunnen we dat wel vragen. Ja, want het is inderdaad Merckx 1, Moos 2, Kelly, Hino, De Vlaming, Anquetil, Valverde, Van Looy, Jolobert en Soroni. Dat is de top 10. Er staat niet eens een Nederlander erbij. De eerste Nederlander is Joop Zoetemelk op plaats 15.
Ja, dat is wel leuk om dat eens een keertje verder in te duiken. Want grappig, zoals Indurain, zijn gigantisch grote renner, staat dan 17e. En zoals dan... Sagan 21. Ja, maar als je dan... De eerste Italiaan is Moser, op 2. En dan heb je Saroni, Bartoli en dan pas Coppi. Dus jij denk je ook van ja, snap je? Ja, maar gewoon die heeft minder uitslagen gereden. Dat is gewoon de punten. Maar dan kijk je Merckx, die heeft bijna dubbele punten ten opzichte van nummer 2, Francesco Moser. Ja, dat is bizar. Ja. Dat is echt heel bizar, ja. Grijpel ook echt bizar hoog. Maar goed, om de rankings terug te krijgen, ja, dan zie je gewoon Roglic, die wint gewoon dit jaar dik. Ja. En dat is toch wel echt wel, ja, toch wel een beetje stiekem fan. Ja. Ja, want over dit seizoen gezien, wat is voor jullie het mooiste moment als je daar Want je haat een beetje de dingen nu voor mijn voeten, want ik heb natuurlijk alle lijstjes zo gepakt. Ik wilde eerst even beginnen met, voordat we mooi toewerken naar het mooiste moment van het seizoen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik was eerst even benieuwd van, wat is de mooiste koers dit jaar geweest? De mooiste koers dit jaar geweest? Poeh. Wat was nou echt... Kijk, ik wil een paar voorschrijven. De Angliru heb ik echt bijna koortsachtig gekeken. Die tijdrit in de Tour. Toen was ik toevallig zelf aan het werk, maar die hebben jullie echt op de tv gezien. Die heb ik op Twitter gekeken. Was gewoon te spannend. Het eventjes het stukje van Roglic in de laatste, dat was super spannend. Het sprintje tussen Van Aert en Van der Poel. Mega spannend. Dus ik ben wel benieuwd, maar wat was nu voor jullie de koers waar je echt dacht, poeh, mag ook gewoon een etappe zijn? Nou, ik heb de koers. Denken. En voor mij is het eigenlijk makkelijk, hè. En ik denk dat ik het toeneem. Waarom? Ik was eigenlijk gewoon zo aan het hopen dat de Tour door zou gaan. En dan niet in de zin dat ik graag de Tour wou zien, maar in het belang van de wielersport. Dat was voor mij zo belangrijk. De etappe moet doorgaan. En ja, dag werd dat doorgaan. Dan krijg je eigenlijk zo'n spektakel. Eigenlijk alle ritten wel. En dan ja, zo'n groot hoogtepunt aan het einde, dat Pogacar gewoon de zegen weggreep voor Roglic. Het was gewoon sportief gezien gewoon echt iets wat je nooit meer gaat vergeten. Ik weet nog goed waar ik die dag was. Ik was op een bruiloft bij een van mijn vrienden. Ja, en dan zit je toch even, iedereen zegt, nou, weet dat ik wielrenner ben. Oh, Roglic, die gaat verliezen. En dan pak je snel je telefoon erbij en dan zit je toch te kijken. En iedereen, hoe kan dat? Hoe kan dat? Dan vragen ze allemaal van, ja, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. En ja, dat is gewoon bijzonder. Ja. En dat vergeet je nooit meer. Dus dat was voor mij wel het hoogtepunt van het jaar. Ja. Wilco? In Milan Sanremo. Dat vond ik de mooiste wedstrijd die ik dit jaar gezien heb. Oké. Okay. Gewoon, sowieso vind ik de wedstrijd altijd fenomenaal. Lange aanloop en dan prachtige finale met de beklimmingen. En ik vond de finale, de finish, vond ik echt prachtig om te zien. Milan Sanremo, met een mooie winnaar met Wout van Aert. Ja? Ja. Nou ja, ik kies toch het Kelderman voor de eerste keer in het roze moment. Als je zag hoe bizar spannend was. En het was juist misschien toch wel een bepaalde manier achteraf voor Nederland, door Nederlandse ogen kijken, negatief. Maar als je die zag, die etappe, daar zat echt alles in. Ja, hoe berit van Stelvio? Ja, naar of die ervoor? Ja, naar de Stelvio, ja. Ja, dat hij hem verloor. Dat hij eigenlijk verloor, maar toch hem pakte. Ja, ja. En dat je dan zag, daar zit alles in. Dat we hebben er nog zo lang over nagedacht. Ja, ik denk dat in andere tijden sporten minimaal is over de 20 jaar. En dat er dan nog steeds niet duidelijk is wat er nou precies gebeurd is. Ja, en welke koers me ook echt is bijgebleven is de vrouwenkoers van Strade. Ja. Die vond ik ook echt fenomenaal. Met Annemieke Vleuten als winnaar. En de inhaalrace die uiteindelijk iedereen nog inhaalt. Echt waarvan wij dachten van nou, die Annemieke die kan hem niet meer winnen. Veel te ver. En in één keer was ze daar zo. En ja, dat was bizar. Dat was bizar. Dat vond ik ook echt een fenomenale wedstrijd om de slotfase te We hebben gewoon heel veel mooie koers gezien. Ja, heel veel mooie koers. Dus we zijn zo verwend nog, nadat we zo'n tijd niks konden doen. Beste renster, Peter. Poh. Ik denk, het is moeilijk, maar ik denk Annemiek. En waarom? De start die ze maakt eigenlijk, die was gewoon fenomenaal. Ze vindt eigenlijk de eerste paar wedstrijden zo verschrikkelijk goed. En daarna valt ze eigenlijk in de Giro Rossa. Had ze gewoon op koers gelegen om die te kunnen winnen. En dan in mijn ogen had ze nog kans gehad dan op een WK heel, heel goed te rijden. Gaat ze naar het WK toe met een gebroken pols, wat eigenlijk niet kan. Hè? Anne van der Breggen, fenomenaal, misschien net zo goed, maar ja, toch een beetje iets netter, zeg maar. Die wint dan wel de dubbel, dus dat is natuurlijk wel legendarisch. Maar Annemiek wordt gewoon nog even tweede daar met een gebroken pols. Dat is voor mij toch sportief gezien misschien net zoals winnen. Ja, en daarna is het iets minder, maar dan zie je gewoon dat ze doortrekt. En
ja, vooral aan het begin was ze zo dominant dat ik zoiets van, ja, als ze niet de pols had gebroken, had ik het wel willen zien. En ja, dat staat me eigenlijk nog meer bij dan het dubbel van Anna van der Breggen. Het is natuurlijk moeilijk kiezen en eigenlijk wil het appels en peren vergelijken, maar ja. Ik vond het net even een beetje... Ja, ik ben een groot fan van Annemiek en ik neig ook Annemiek te zeggen, maar je kan bijna niet om Van der Breggen heen. Dubbel wereldkampioen, Waalse Pijl, Giro Rosa. Ik denk dat we dat anders moeten benoemen. Ik denk dat we het meer moeten benoemen. Voor corona was het 300% Annemiek. En na de corona heeft Anna van der Breggen de betere resultaten gehaald. En dan is het seizoen voor Anna van der Breggen. Ja, moet je kijken. De eerste 5 wedstrijden na de corona won ze toch? Ja, precies. Dat is ja, maar al met al heeft Anna van der Breggen meer gewonnen dit jaar dan Annemiek. 1 overwinning meer. Ja, oké. Okay, nou goed, het is natuurlijk op punt. Ik weet niet wat ze punten en uitslag. Wie staat er bovenaan in de ranking in punten? Volgens mij had Anna van der Breggen 10 overwinningen en Annemiek 9 overwinningen. En wie had er meer punten? Dan moet ik even zoeken. Even kijken. Want kijk, het maakt in principe ook niet zoveel uit. Hè? Maar ja, ik had gewoon, ja. Ik had vond het zo mooi dat ze eigenlijk zo dominant reed. En nog steeds met z'n tweeën ook gewoon. Hè? Anne van der Breggen, die zit al iets meer in een soort van blok bij Boels. Hè? Die heb iets meer aan ploegmaten. Kijk, Annemiek ook al, maar die was zo dominant. Echt gewoon. Ja. Hoeft niet eens te kijken en ze worden al bewijzen van. En die terug, toen Strade Bianchi, wat je zegt, kwam zo verschrikkelijk hard eroverheen. En zo terug. Ja, was voor mij toch wel een beetje van, boah, daar stond ik zelf ook al van te kijken, weet je wel. Ja, maar dat is ook zo. Maar als je gewoon gaat kijken, wie dit jaar gewoon wat de wedstrijd is die Van der Breggen wint. Ja, dan is het gewoon... Pijl, EK. EK won natuurlijk Van Vleuten. Oh ja, sorry, ja. En het is gewoon niet met elkaar te vergelijken, weet je. Want ze zijn allebei zo'n gigantisch goede renners. Ze hebben gezamenlijk 19 overwinningen gehaald. Maar ja, Van der Breggen won wel natuurlijk van Van Vleuten tijdens het NK. Ja. Toen was er nog niks aan de hand. Dus dat ze ook weer kunnen opvoeren. Maar aan de andere kant, jij zegt... Annemiek wint wel in punten overigens dit jaar. Ja, maar Wilco zegt voor corona. Maar voor corona was alleen de overwinning Omloop het Nieuwsblad. En daarna is het de Spaanse koersen, 3 die ze er wint. En ze winnen Strade Bianchi, 4 achter elkaar, 2e op het NK. Europees kampioen. 5e. Ja, we hadden voor corona ook al wat kleinere koersjes. Hè? En zat toen... Nee, volgens mij wint ze alleen maar de Omloop het Nieuwsblad. Want ik heb hier één rit gehad? Ik dacht dat er meerdere waren. Ik heb hier Pro Cycling Stats. Er staat alleen 1 resultaat Omloop het Nieuwsblad. Lang leveren statistieken. Dat is mooi in Pro Cycling Stats. Ja. Dat is natuurlijk gewoon ongekend goed als je dit soort dingen... Maar als je dan gaat kijken naar Van der Breggen... Van der Breggen die gewoon wat dat betreft wel. Ik vind dat Van der Breggen wel een betere ploeg heeft en dat Peter er wel echt zeker, absoluut, echt volledig gelijk. Maar zij rijdt bijvoorbeeld een Spaanse koers in voor corona. Die wint ze dan het klassement. Dus als je heel puur zeg kijkt, had Van der Breggen voor corona al 2 etappes of 2 overwinningen. En daarna, maar waar bijvoorbeeld Van der Breggen wint, wordt zij 2e en een keertje 3e en een keer 23e. Ja. Strade Bianchi wordt ze 4e. Ze wint het Nederlands kampioenschap. Ze wordt het winnen, toen wel de tijdrit weer bij het EK. Ja. Dus dat is dan ook weer... Maar goed, als we gewoon puur kijken naar de overwinningen en de grootte van de overwinning, dan is dit jaar natuurlijk Anna van der Breggen wel de renster van het jaar met een dubbele WK-titel en de Giro Rossa en een Nederlands kampioenschap en het tijdrijden bij het EK. Nee, maar dan, volledig eens. Maar het is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Nee. Want, ik denk dat ze zo elkaar gewaagd. Ja. Maar zeker. Goed, er is één echte wedstrijd waar ze echt tegen elkaar hebben gereden. We hebben meerdere keren tegen elkaar gereden. Maar dat ze echt gewoon met het NK... was het echt gewoon Van Vleuten, Van der Breggen die daar... en toen won Van der Breggen. Ja, maar Van der Breggen die kwam op een gegeven moment weg. En daarachter zit ze eigenlijk een soort van in de tang. Dus ja, Annemiek kon daar eigenlijk ook bijna niet winnen als ze tegen zo'n blok van Boels. Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. En aan de andere kant, Van der Poel laat het zien tegen Jumbo-Visma. Ja, die doet het ook. Maar dat ben ik helemaal met je eens. Ja, maar helemaal gelijk in. Jumbo, ik denk echt dat Mathieu van der Poel veel beter renner is dan de beste renner van Jumbo. Absoluut. En bij Annemiek. Maar die aanwezig was wel. Die waren, zeker. Als je daar Wout van Aert neergezet had en die gaan in blokkoersen, dan had Wout van Aert... natuurlijk. Maar Mathieu stond er ook alleen voor. Nee, maar ik ben het ook helemaal met je eens. En het is ook misschien niet een goede vergelijking, maar ik bedoel meer te zeggen, dat was het moment waarbij ze niet... waar ze echt gewoon tegenover elkaar stonden. Waar ze gewoon dit alle twee, niet andere renners, maar daar waren ze gewoon met z'n tweeën de beste. En daar won Van der Breggen. Ja, als je kijkt naar Ronde van Vlaanderen, durfde Van der Breggen niet door met Annemiek. Dat vond ik weer heel raar. En de Giro Rosa hadden we ook daarom alleen al vind ik het Van Vleuten de beste renster is. En de Giro Rosa hadden we ook nog moeten afwachten natuurlijk. Want als Van Vleuten niet was gevallen, had ze hem dik gewonnen. Kijk, je moet waarschijnlijk wel gewonnen, ja. Dat bedoel ik een beetje. Maar je moet natuurlijk op de fiets blijven zitten. Dat zeg ik wel eens vaker. Ja. Maar
mijn voorkeur is gewoon aan die kant. En al is misschien 51% ten opzichte van 49%. Ja, want nog wel, we hebben het al eerder gezegd wat de Joris van den Berg toen zei over Anne van der Breggen. Van ja, ze wint wel veel omdat een ander valt of wat dan ook. Ja, dat is wat een onzin als je gewoon puur kijkt wat die meid allemaal gewonnen heeft. Dat is echt niet omdat ja, Joris van den Berg moet het lekker bij short track houden. Dat is hij geniaal in. Maar de wielrennen, dat kan niet beter zijn baffelen. Precies. Vrouw wielrennen dan. Wat is een genot om naar die twee altijd weer te kijken, want die zijn zo dominant met z'n tweeën. Beste renner. Gelukkig begint het allebei met een A, dus de A is gewoon de beste. Ja. Ja, zo moet het dan denk ik gewoon maar zien dan, denk ik. Beste renner. Beste renner, ja, Roglic. Er is er maar eentje. Dat is heel simpel, als Roglic. Ja, maar dat is wel zo, want ik kies ook voor Roglic. Maar Van Aert moet je echt natuurlijk niet onderschatten. Nee, maar if Van Aert is, ik denk hetzelfde als Annemiek en Anne. Twee andere renners, maar ik denk als je nu kijkt hoe Roglic, hoe goed hij is van begin tot einde, overal waar hij komt doet hij mee voor de prijzen. Wout van Aert ook, overal waar hij komt doet hij mee voor de prijzen. Roglic heeft een langer seizoen gehad, meer koersdagen. Ik vind toch. Maar als Roglic luik niet had gewonnen, was Van Aert dan even de renner van het jaar. Nou ja, misschien zit je er wel mee eens, maar het is nu toch wel eens een paal boven water dat Roglic een stapje en een grote ronde. Ja, hij staat één stapje verder op Wout, maar Wout heb echt. Misschien wel een van misschien wel de twee. Je benoemt het goed. Dat zijn twee totaal verschillende renners. Je kan het ook niet met elkaar vergelijken. Nee. Nou, Eén is een klassieke renner en de ander is een ronde renner. Ik denk aantal zegens wat Roglic heeft. Dat is dus niet waar, want Roglic wint ook nog een klassieker. Ja, nee, dat klopt. Hij wint wel een klassieker. Maar ik bedoel, Van Aert, die zijn hele programma is op de klassiekers gericht. Zeker. En Roglic zijn programma is gericht op de 1-weekse koersen en de 3-weekse koersen. Ja. En een Luik Bastenaken Luik doet hij er. Normaal gesproken doet hij dat erbij, omdat het een mooie toevoeging is op zijn trainingsprogramma. Ja, maar ik ben het met je eens. Ik zeg alleen als Van Aert, als je gewoon kijkt wat hij heeft gewonnen. Milan Sanremo, Strade Bianche, Banky. En Roglic weer niet Luik Bastenaken Luik. Dan zeg je, oké, hij heeft de Ronde van Spanje gewoon een supergoede prestatie. Hij heeft andere ritten gewoon supergoed. Ja. Maar ja, weet je. Ja, Roglic is gewoon nu, nu gewoon. Nu, ook al als je gewoon een van de grote monumenten wint. Ja, dan kan je er gewoon niet mee. Maar dat neemt niet weg dat Van Aert ook echt met stip absoluut in de top staat. Want, alle koersen waar Wout gereden. Vlaanderen wordt ook tweede. En dat is ongekend wat die gozer dit jaar. Ja, maar goed, als Wout wel Vlaanderen had gewonnen over het WK, dan had ik het wel onwillig. Als je het toch zo bekijkt. Ja, zeker. Dan had ik het ook moeten zien. Maar het is nu gewoon, voor mij is het nu Roglic. En dan zeggen dat het 52% Roglic, 48%. Ook omdat hij dus die klassieker inderdaad ook wint. Dus hij in de breedte heeft hij het ook gewoon supergoed gedaan. Maar als je dan naar het team gaat, dan, ik weet niet of dat in je lijst staat. Nee, ik had eerst nog een andere. En dat mag zowel een dame of een man zijn. Grootste pechvogel. Jacobsen. 100%. Ja. Dat is ook niet moeilijk. Ja, Jacobsen zeker. Zeker Jacobsen. Maar natuurlijk is het verschrikkelijk ongeval. Maar ik wil ook nog een andere naam noemen. Dat is dan toevallig ook een Nederlander. En dat is Kruiswijk. Ja, maar dat is oké. Door blijven gaan. Dat zou je ook kunnen zeggen. We Kelderman die net niet de Giro. Maar ja, maar Kruiswijk die dan. Ik vind dat je dat niet kan vergelijken. Ik vind Kruiswijk heeft pech gehad. Absoluut, hoort bij topsport. Maar ik zeg niet dat Jacobsen de grootste pechvogel is. Maar een andere grote pechvogel in een heel andere dimensie. We hebben het daar niet over een gigantische valpartij. Waarbij gewoon waar die levensbedreigend gewond raakt. Ja. Maar als je gewoon puur gaat kijken naar het wielrennen zelf. Als in een wedstrijd met Kruiswijk. Die dan eerst de Tour mist. Dan nog eens keer de Giro rijdt hij. Hij is op stoom en dan wordt hij geveld. Is totaal niet met elkaar te vergelijken. Maar Jacobs zeker, maar Kruis ook echt gewoon een klote. Ik denk wel dat het in die zin voor Kruis ook wel echt pech is dat dit jaar de Tour misschien wel zijn laatste kans had kunnen zijn. Ja, maar dat zijn uitspraken. Je weet het nooit, hè? Maar Hij had die geknecht. Maar goed, dat is helemaal niet boeiend. Nee, maar ook als je bijvoorbeeld nu naar het tourschema gewoon kijkt van aankomend jaar. Het is met 6 aankomsten of 6 bergen, 3 aankomsten bergop. Ja, ik vraag me af of Jumbo met zoveel klimmers zoals we vorige keer hebben gezegd, Peter zegt dat Wout van Aert de Tour gaat winnen. En dan is hij gewoon weer een plekje verder gezakt. Dan is hij niet meer nummer 3, dan is hij al nummer 4. Ik denk dat Kruiswijk veroordeeld wordt tot de Giro en de Vuelta. Ik denk dat ze koers ook wel een keer kopman moeten gaan maken. Volgend jaar, ergens. Ja, dat kan. Je kan toch ook in de Giro Vuelta met 2 kopmannen rijden? Ja, maar ik denk dat koers zo langzamerhand misschien wel alweer een stapje verder gaat zijn dan Kruiswijk. En dat het daarom ook mede zo zuur is voor Kruiswijk, dat hij dit jaar
Ja, gewoon eigenlijk niet. Maar je weet het nooit. En misschien wordt wel een Tour à la Evans of Oscar Pereiro, CEO of zoiets. Ja, ja. Dan, ik denk dat Koes is, maar eens moet laten zien of hij drie weken lang constant op een hoog niveau kan rijden zonder een dag verval. Eens, maar ze moeten hem wel op een gegeven moment de kans gaan geven. Ja. Daar heb ik het over. Ik bedoel, het is niet zo dat hij dus... Maar dat kan toch met naast iemand? Dat ja, nou kan ja. toch gewoon met twee mannen kunnen? Kan hij prima ontdekken of hij dat kan? Ja, ik zie hem naar de Giro gaan en niet per se naar de Tour. Nee. Maar goed, je weet het niet, hè? Dus... Nee. Les best. Roglic was ook in spannend, korte tijd spannend, zo goed geworden. Spannendste moment. Boah. Ja, Vlaanderen, 100%. Dat was de sprint der titanen. Ja, dat ik was denk het ook. Waar iedereen naar uitkijkt, die twee tegen elkaar. En dat dat ook nog zo tot uiting komt, dat die bom zo mag ontploffen. Dat dat heel wielenliefhebbend, kijkend, iedereen op de bank met klotsende oksels, weet ik het allemaal maar. En ja, dit was alles wat je wil zien als fietser. Dit was alles bij elkaar. Spannend dan dit ga je niet krijgen. Dat is natuurlijk een euforische moment, waarbij je echt gewoon... Het zijn ook dubbele spanning is het, hè, dat een beetje. Ja. Het is niet zo, kijk, dat wat Wilco, ik ben met Wilco eens, dat was eigenlijk misschien wel de ophoping van spanning, want je weet dat die sprint gaat komen, dus het is ook een lange aanloop eraan. Ja, maar die aanloop die begon al 4 dagen ervoor, hè, op televisie, de voorbeschouwing. Ja, maar het ging alleen maar over die twee. Ja, maar ik vind dat niet het moment. Maar zo'n Stelvio bijvoorbeeld. Precies, Stelvio is een heel ander soort spanning. Dat is meer, ik moet zeggen, dat angst. Is een marathonspanning. Ja. En die andere was een soort sprintspanning. Het bleef maar hoge spanning. Ja, eigenlijk was de Ronde van Vlaanderen natuurlijk gewoon een mooie koers. Ja, een 100 meter sprint. Ja, maar was het daarvoor helemaal niet zo heel spannend? Want ze waren gewoon met z'n tweeën. Ja, je vraagt het mooiste moment. Als je mij over 3 weken op een onverwacht moment zou vragen, wat was jouw mooiste moment van dit jaar? Bam, komt dat eruit. Ja. En er komt er geen andere koers uit. Bij mij is dat 100% hangen. Zeker Stelvio. Nou, als het spannendste moment, dan was voor mij wel de Tour eigenlijk, toch wat spanning. Maar bij jou? Maar Wilco zegt, dit is mijn hoogtepunt van het seizoen in de vorm van de spanning. Ja. Als in mijn hoogtepunt van het seizoen en dan in de vorm van de spanning, waar als ik dat moet grijpen, is het toch wel de Tour. Maar de hoogste spanning, wat jij zei, dat was toch wel wat ik daar in die sprint had in de Vlaanderen. Zo mooi, want Wilco zegt alweer heel wat anders en jij zegt dan ik zeg. Dat is ook wel mooi aan hoe je wielrennen beleeft. Jij vindt Vlaanderen, jij zegt ook bijvoorbeeld de mooiste momenten was Milaan... Sanremo. En bij jou is het de Tour. En ik zeg echt, die Stelvio, dat is ook hoe je het beleeft. Ik vond het zo... fucking spannend die stel voor jou. Maar goed, ik moet ook heel eerlijk bekennen dat het een keuze maken tussen al die koersen, vind ik, is ook gewoon heel moeilijk. Want we hebben, als ik voor mezelf spreek, echt bijna alles gezien. Zeker. En ik kan nu echt wel gaan met mijn relatie gaan lijmen, zeg maar. Want de televisie was veel belangrijker. Je hebt ook van die doorlichtplekken in de televisie, waar je zo'n fiets zo vast erin blijft zitten. Nee, we hebben zo ongelooflijk veel gezien. Dus en we zijn echt verwend, want de koers was gewoon altijd te mooi. Geen afwachtende koersen over het algemeen. Altijd aanvallende koersen. Er gebeurde altijd wel wat. In iedere ronde is er gewoon gestreden, iedere etappe. Ja. En nu, jongens... Zelfs de kleinere koersen, de Tour de Ene, dat was al spektakel. Dat was natuurlijk ook dat was meer omdat natuurlijk... Er was zo lang niet gereden dat iedereen gewoon volop bak Tessens rond daar in de maar ook Ineos, Jumbo-Visma en in die strijd. En iedere koers was mooi. En nu? Wat gaan we vallen in het zwarte gat? Tuurlijk niet, want we gaan met de podcast gaan we gave dingen doen. Dus dat sowieso, maar wie is het beste team dan? Daar zeggen ze, komen we zo op, maar... Waar is Jumbo, hè? Is het niet over te praten eigenlijk. Ik vind het toch lastig. Kijk, je zou zeggen Jumbo. Nee. Aan de andere kant, ik zou ook toch wel weer neigen. Ook al ben ik niet een grote fan van, maar toch de keuze. Precies, dat wilde ik ook zeggen. Wat die gasten toch altijd weer als team laten zien. Heb je gezien wie de twee staat in de zegerrank? UAE, toch? UAE. Ja, het zal dat had je niet verwacht. Nee, ja, goed. Ze hebben natuurlijk gewoon Ulissi. Ze hebben Pogacar. Ja, en dat waren doordat de kleine koersen niet zijn doorgegaan. Kijk, Jumbo vond ik echt heel goed als team rijden voor het klassement. Om echt als team te rijden. Maar kijk, de Koenig Quickstep, de Giro even nagelaten. Want daar hebben ze ook boven zichzelf uitgestegen voor Almeida. Maar de Koenig Quickstep heeft toch altijd wel weer die chemie. Van als er iemand vooraan rijdt, kunnen dat toch als team altijd toch wel weer... magistraal goed uitvoeren hoor. En zich allemaal wegcijferen voor die ene renner die vooraan rijdt dan. Als je ProCycling bekijkt, denk ik ook dat wat mij betreft het rijtje is van dit jaar. De Koenig Quickstep, daar staat 1. Team Jumbo-Visma 2. UAE Team Emirates 3. Team Sunweb, zeker niet vergeten 4. Ineos. In punten, is dit? Of is in punten, ja. En dan Ineos 5 en Bora 6. Ja, ik denk dat het is.
En hoeveel overwinningen? Dat vraag je eigenlijk ook altijd. Ja, ik... Peter heeft vandaag alles bestudeerd. Dus die moet het... Die 39 en dan... Jumbo-Visma had er volgens mij 23. Ja, ik ben wel een beetje goed in cijfers. UAE, maar hij heeft er iets meer dan Jumbo-Visma. Ja, ik zit even te kijken, want ik kan het niet zo snel vinden. Oh, hier staat de winst, team winst. De Koenig heeft er 39. En dan hebben ze 30 keer tweede en 30 keer derde. UAE heeft er 33, 25 keer tweede en 20 keer derde. Ja. En team Jumbo-Visma 23 en 18 keer tweede en 5 keer derde. Dus als je gaat kijken, als Jumbo-Visma eenmaal vooraan zit, dan zitten ze, hebben ze een grotere kans om te winnen dan die anderen. Tja. Nou, gaat dus hier maar bij de Koenig met Alaphilippe en Remco en dat soort jongens. Bennett en Hodetsch waarschijnlijk. En dat is toch wel een hele brede selectie die je echt gewoon speert. Ja, maar zo'n Hodetsch is... Ik weet niet of je gewoon hebt. Maar. Ja, maar die is niet zo goed dit jaar. Maar dan zie je wat het andere op staan. Want nu, ja, in de breedte hebben ze heel veel renners die kunnen winnen. Ja, ja. En als je Jumbo-Visma pakt, dan is het Van Aert en Roglic die... het gros van de overwinningen. FDG had geloof ik 20 overwinningen en 20, dan al 14 van de maag. Ja, ja, precies. Maar ja, goed, als je gaat kijken wat dan volgens mij het allerslechtste World Tour team is dit jaar. Dus Aje Duer uit mijn hoofd. En hoeveel etappes denk je dat? Nee, dat is nog veel minder. Zo, Mobistar. Hoeveel etappes denk je dat die gewonnen hebben dit jaar? Hoeveel wedstrijden? Poeh, 5? 2. 2? De Solaire heeft gewoon het team gered, zeg maar. Ik toch bijna niet kunnen kloppen, als ik heel eerlijk ben, maar goed. Nou ja, blijkbaar wel. Het team wat mij dit jaar het meest verrast heeft, en dat denk ik dat waarschijnlijk voor jullie ook wel telt, dat de Sunweb, want we hebben natuurlijk daar heel veel over gesproken, ook van de keuze die ze maken, bla bla bla. Die hebben dat toch als team dit jaar toch wel echt heel goed gedaan. Twee keer gewoon Mobistar Solaire die iets wint, voor de rest hebben ze niks gewonnen dit jaar. Oh. Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja, zeker zo. En wat is dan de meest verrassende renner van dit jaar? Tenminste, de nieuwe renner, zeg maar, die er... Ja, Pogacar natuurlijk. Ja, dat was soms vorig jaar, reed hij ook al. Ja, oké, okay, maar dan Mark Hirschi, die heeft mij, ondanks dat dus de potentie bekend Hindley. Was, maar ik vind dat Mark Hirschi... Almeida. Ja, maar ja, dan zou ik nog eerder Hindley bijna zeggen, omdat die toch weer nog even een stapje hoger eindigde. Ja, maar ja, wel al die druk op je schouders. Maar Baglioli, die van de Koenig Quickstep, ook zomaar uit het niets weer een Hart, die toch wel die volgende stap gezet. Kijk eens in het rijtje welke renner van die nou opgenoemd hebben nou voorin staat. Waarschijnlijk zal dat Hirschi zijn, of niet? Wat wil je weten? Winst of Hirschi? Ja, van de punten, zeg maar. Ja. Van de renners die dan dit jaar eigenlijk voor het eerst Hirschi echt heeft natuurlijk wel veel gewonnen. Pogacar. Ja, maar die hebben vorig jaar ook keer het jaar. Ja, dat is moeilijk om, hoe wil je dat gaan... Almeida of Hirschi? Even de Poel. Zou waarschijnlijk Evenepoel is ook natuurlijk het vorig jaar al. Ja. Als je gaat kijken, Hirschi die staat 19e, Evenepoel 18e, Almeida 20e. Ja, dat is Hirschi en Almeida. Ja, ja, kun je nagaan dat Theo lager staat dan Almeida. Ja, maar Theo doet ook al jaren mee in principe. Ja, maar goed, dan zou je toch zeggen, hij heeft dit jaar de Giro gewonnen. Hoe kan Almeida dan godsnaam dan hoger staan? Ja, die reed al goed in de andere koers. Hè. Die was een keer tweede, geloof ik, achter Remco in Burgos of zo. Ja, dat klopt. Dat klopt. Die dus krijgt toch best wel wat punten er ook voor. Ja. Ja, weet je, jongens, het was een mooi jaar. We gaan hem afsluiten, want toch mooi altijd dat we, ondanks dat er gewoon de Vuelta voorbij is en dat we geen koersen die komen bespreken, toch alweer op ruim een uur en een kwartier. Was het 110 dagen of was het 111 dagen? Ja, het was in ieder geval heel veel. Ik weet het niet uit mijn omlopen nieuws. Zijn er nog genoeg? Genoeg dagen om zelf te fietsen. Laatste woord, Peter. Nou ja, we kijken uit naar off-season, hè. Dus we gaan even rusten en bier drinken, toch? Dat doen we altijd in de off-season. We kunnen wel even een off-season serie maken. Gewoon een paar leuke podcasts, een paar leuke gasten proberen te vinden. En die met ons leuke podcast kunnen maken. We hebben sowieso een stuk 3-4 op de planning staan. Waaronder een hele bijzondere, vind ik. En daar gaan we heel veel vragen aan stellen. En er zijn zelfs misschien nog vragen die we vandaag al gesteld hebben. Ja. Wilco, jouw laatste woord? Ja, het was een prachtig coronaseizoen. Prachtig coronaseizoen. Ja, zeker. En ik hoop dat het niet vaak meer gaat komen. Maar wat we gezien hebben, ja, dat was schitterend. Ondanks dat het gewoon zo kloten was, was het toch het seizoen een geschenk die we niet meer hadden verwacht. Zeker. Amen. Yes. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook. facebook.com/arrière de la course. Twitter arrière en een hoofdletter C. Instagram podcast arrière de la course. En ga ook eens kijken op onze website www.arrièredelacourse.nl. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende arrière de la course.